Welkom bij Buurten, de talkshow van Omroep Meierij. Waar gaan we het vandaag over hebben? Onze regio is flink gestegen van plek 7 naar plek 2 op de logistieke hotspotlijst. En er is een nieuw ontwerp voor de kiosk in Sint-Oederode, maar daar is niet iedereen al te enthousiast over. En als je al meer dan 40 jaar geleden betrokken was bij de Dakar Rally, dan heb je genoeg informatie om een boek te vullen. Laten we beginnen. Ja, leuk dat u weer kijkt naar deze uitzending van Buurten. En we hebben weer een hoop interessante onderwerpen om hier te gaan bespreken aan tafel. En we gaan het straks hebben over de hoge notering die onze regio heeft gehaald op de lijst van logistieke hotspots. En Michel van Dijk, jij zit hier aan tafel van Inland Terminal. Dus jij zit helemaal in die logistiek. Is dat we zijn van naar plek 2 gegaan als regio zijnde. Is dat de reden om de champagne te ontkurken? Dat moeten we nog gaan doen, maar dat gaan we zeker vieren. Er zijn een hoop mensen die er heel veel energie in gestoken hebben de afgelopen jaren. En dat werpt zijn vruchten af, dus we zijn er heel blij mee. Ja, kan ik me voorstellen. We gaan er straks verder op in. Ja, de markt in Sint-Oederode, die gaat op de schop. En midden op die markt, daar staat de kiosk. Ja, behouden graag, zeggen de Rooise inwoners, maar in welke vorm? Er is nu een nieuw ontwerp en Dirk Lammers, centrummanager, u ziet het wel zitten, zo'n nieuw ontwerp. Nou, het is niet zozeer dat ik het zie zitten, maar er zijn dus blijkbaar ook heel veel mensen die zeggen, goh, die kiosk zou misschien wel een andere vorm kunnen krijgen, of daar zouden we iets mee kunnen. En dat is de aanleiding dat de gemeente heeft besloten om daar toch eens kritisch naar te kijken en dat proces op te starten. Dus het komt echt vanuit de inwoners zelf en niet zozeer vanuit mij als persoon centrummanager. Nee. Nou ja, dat ontwerp, dat ligt er nu. En ja, niet iedereen is daar al te enthousiast over. Bijvoorbeeld over buurvrouw Zilver van der Schoot, welkom. U vindt het maar niks. U wilt liefst de oude kiosk behouden? Ja, ik vind hem hartstikke mooi. Ik vind het gezicht van Sint-Oederode. En het middelpunt van gezelligheid in ons dorp. We gaan het straks met jullie uitgebreid hebben discussiëren. Martin Ketelaars heeft een boek geschreven over zijn belevenissen van de Parijs-Dakar rally. De beruchte en beroemde rally die begon in Parijs en eindigde in het Senegalese Dakar. Ja, en binnenkort, komend weekend, dan is er een presentatie van het boek. Ja. Aan Jan en Gerard de Rooij, die natuurlijk echt de rally op de kaart hebben gezet in Nederland. Al zin in? Ja, zeker. Ja. We hebben heel wat voorbereidingen in gestoken. Het boek is in feite ook gemaakt om eens terug te kijken van wat er allemaal gebeurd is en niet gebeurd is. Er zijn zoveel onwaarheden over een Dakar geschreven, maar heel weinig zaken zijn geschreven wat we echt mee hebben gemaakt. Ieder jaar wordt er door een panel van 28 experts een logistieke hotspot van het jaar gekozen. Onze regio deed het dit jaar bijzonder goed. Noordoost-Brabant steeg van plek 7 naar plek 2. Een van die bedrijven die leven van logistiek in deze regio is Inland Terminal in Veghel. Michel van Dijk, jij bent daar directeur. Waar kijkt zo'n jury dan precies naar? Waar letten ze dan op? Ja, nou, de beschikbaarheid van grond is natuurlijk een belangrijke. Hè. We kennen de discussie over de verdozing in Nederland. Dus je mag niet overal meer bouwen. Ook stikstof speelt een rol of dat je ergens kunt bouwen. Hier past dat eigenlijk nog steeds heel goed. Of heeft het in ieder geval de afgelopen jaren heel goed gepast. Er zijn allerlei, vanuit gemeentes, allerlei ontwikkelingsprogramma's geweest om de bedrijventerreinen te ontwikkelen. Dat heeft veel bedrijven naar deze regio getrokken. Dus in die zin heeft dat er een belangrijke rol in gespeeld. En tal van andere aspecten die over werkgelegenheid of over duurzaamheid gaan. Ja. En dat wordt door verschillende specialisten uit dat vakgebied worden daar allerlei lijsten over ingevuld. Dat worden wij niet bij betrokken. Ja, er wordt een lijst van samengesteld van een top en zo. Ja. Maar het is eigenlijk een heel Brabantse lijst. Ik dacht eerst, het is een Brabantse kampioenschap waar wij van spreken. Hè? Van Brabantse lijst. Want de nummer 1 is Tilburg-Waalwijk. En nummer 3, het is West-Brabant. Ja. Zeg maar, in de regio Breda. Wat doet Brabant dan zo goed? Of doet de rest van Nederland gewoon... Ze hebben zich heel goed genesteld achter Rotterdam. Ja, gewoon, dat is het eigenlijk. Want Rotterdam stond, ik dacht eigenlijk toen wij op 2 stonden, denk ik, dat zal Rotterdam wel op 1 staan. Dat was misschien mijn naïeve gedachte, want als je het over logistiek hebt en containervervoer, dan was dat een beeld wat bij mij opkwam. Ja. Maar die staat helemaal niet in die top 3. Dat is de mainport. Ja. We hebben een mainport Rotterdam, een mainport Schiphol.
En dit gaat over de regio's achter die mainpoort. Dus Rotterdam is eigenlijk al onze mainpoort. Dus dat staat toch boven nummer 1 eigenlijk dan, hè? Nou, is er natuurlijk ook een vraag. Kijk, ik snap, u leeft van de logistiek, dus u bent daar heel enthousiast over. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die misschien minder enthousiast zijn over de verdozing, wat u al net zo mooi zei. Mm-hmm. Als we kijken op de industrieterrein in Veghel, daar worden van zulke grote distributiecentra neergezet. En in verhouding werken daar natuurlijk weinig mensen die daar. Dus is dat wel een goede zaak om dat allemaal hier naartoe te willen halen? Ja, dat gaat allemaal over beschikbaarheid van goederen. We kopen heel veel spullen. Spullen die misschien niet hier allemaal geproduceerd worden. Als je naar de supermarkt gaat en je koopt wijn uit Zuid-Amerika, Zuid-Afrika of Australië. Ja, die groeit niet hier aan een boom. Dus die moet een keer geïmporteerd worden. Die moet op voorraad gehouden worden. Om op het moment dat de voorraden in de supermarkten naar beneden gaan ook weer aangevuld te kunnen worden. En dat geldt natuurlijk voor tal van producten. En voor de export precies ook. We produceren. Maar moet het allemaal in onze. In verhouding is natuurlijk mijn reis dat niet zo'n heel grote gemeente. Met wel qua oppervlakte misschien, maar niet zozeer qua inwoners. Meijerijstad daar dan zo'n grote rol in gaan spelen, onder andere? Want het is natuurlijk breder dan alleen Meijerijstad, deze regio, maar... Ja, ja, nou ja, dat is, ja, ik weet niet of het een bewuste keuze is. Dat is volgens mij een gevolgtrekking van wat er in de afgelopen jaren allemaal heeft plaatsgevonden. Vooral productielogistiek in de Noordoost-Brabant ten opzichte van de andere regio's kent heel veel productielogistiek. Er wordt heel veel gemaakt hier. Ja. Veel food and feed. En dat brengt ook allerlei logistieke activiteiten met zich mee. Die dus zich daaromheen is het gevolg van het andere. Ja, je gaat niet eerst hier marsen produceren bij wijze van spreken die vervolgens in Groningen in een warehouse neerleggen. Ja. Dat is niet echt logisch. Ja, Dirk Lammers, je bent centrummanager. Volgens mij van niet alleen van Sint-Roerode, maar ook van Veghel, begrijp ik dat goed? Ja. Hoe kijkt u, is dit nou gunstig voor het midden-klein bedrijf in Veghel en in Sint-Roerode? Of doet het niks? Of? Ik denk van wel. Ik denk dat werkgelegenheid altijd goed is voor je gemeente. Het zorgt voor mensen die hier willen werken, willen wonen, maar ook willen verblijven. Dus die werknemers die gaan ook hier het geld weer uitgeven in de centra. Gaan meedoen aan het verenigingsleven, gaan meedoen aan vrijwilligerswerk. Dus dat is zeker goed om dat zo vast te houden. Over jouw bedrijf, Michel. Jij zit met containers natuurlijk. Je bemerkt nu eigenlijk wel ook in de economie dat die langzaam aan het afkoelen is. Merk je daar in het bedrijf ook al iets van? In het bedrijf nog niet. Volumes voor ons zijn eigenlijk nog steeds gelijkwaardig zoals ze het hele jaar al zijn. Wat we wel zien is dat het verandert. We zien dat de import vanuit Azië enorm afneemt. We zien dat waar we voorheen een jaar geleden vooral tekort hadden aan schepen en aan beschikbare containers, zie je dat dat nu helemaal precies omdraait. De tarieven duiken ook heel hard naar beneden. En is dat toch een vraag? Een gebrek aan vraag? Vraaguitval. Ja, zeker. Volledige vraaguitval. Zie ik daar zorgen over? Ook voor de toekomst van het logistieke deel van deze regio? Dat u zegt van, nou, dat gaan we ook echt nog wel merken hier. Nou, ik maak me er geen zorgen over dat het voor het bedrijf. Wij moeten sowieso meebewegen. Ons bedrijf kenmerkt zich doordat wij afgeleid zijn van de vraag. Dus daar moeten we ook rekening mee kunnen houden. Maar het betekent natuurlijk wel dat bepaalde activiteiten een stuk minder zullen worden, ook in de logistiek. Dus dat zou voor de werkgelegenheid ook wel een belangrijke factor kunnen gaan worden. Er is geen print of foto van de markt of de kiosk staat er wel niet op. In de loop van de eeuwen is de vorm wel een paar keer gewijzigd. En ook nu moet met de nieuwe inrichting van de markt ook een nieuwe kiosk voorkomen. Ja, er is een ontwerp gemaakt. Niet iedereen is gelukkig met die interpretatie. Dat zullen we straks ook nog horen. We gaan het eerst even net u over hebben, Dirk Lammers. En dadelijk met Sylvie van der Schoot. U ziet het niet zo zitten, zoals we net al begrepen. Laten we eerst eens even kijken. Hoe moet die kiosk eruit komen te zien, meneer Lammers? Dat is aan de kunstenaar die hem ontworpen heeft. Die is eigenlijk teruggegaan naar de basis van de 7 zuilen waar de kiosk uit is opgebouwd. En die heeft in de basis heel die kiosk afgepeld. En toen zei hij van, nou, dan blijven er eigenlijk die 7 zuilen blijven overstaan. We gaan hem hier even op het scherm zien. Dat is, Lucas Lenglet heeft het ontworpen. Klopt. Ja.
En die is hem toen weer gaan opbouwen, waarbij die alle kunstenaars overigens die hebben meegedongen in dit proces rekening hebben moeten houden met een aantal randvoorwaarden. Dus de toegankelijkheid van de kiosk, het zicht, zodat je door de kiosk heen kan kijken, dat de kiosk functioneel wordt, zodat je er ook activiteit op kan organiseren, nog een aantal andere randvoorwaarden. En dat heeft hij in zijn ontwerp dusdanig goed verwerkt, dat hij unaniem tot winnaar is uitgeroepen. En daar is een tijdje terug inderdaad een stuk over in de Mooie Rooikrant geschreven met dit plaatje. En toen ging het los. Toen ging het los, inderdaad. Ik wil even naar mevrouw Van der Schoot. En daar bent u het niet mee eens. U zegt, hij kan wel veranderd zijn in de loop der eeuw, maar zoals het nu is, is hij goed. Hij past perfect bij de gebouwen die er omheen staan. Ook bij de bestrating die we hebben gekozen op de Markt in Sint-Oederode, die het zo pittoresk maken en knus. Maar ook als je dus kijkt naar al die foto's waar je het net over had, dan zitten daar altijd mensen op een rand van de kiosk met elkaar te praten. Die zitten daar een oliebol te eten, staat de lumpia-kraam er, dan hebben ze daar een lumpia. Iedereen spreekt daar af. Maar er worden ook wel orkesten in de zomer. Maar kan het niet in de nieuwe kiosk houden dat niet... niet... Nee, ik mis echt de rand eromheen. Waar mensen dus zomaar even op gaan zitten. Om te buurten. En ik mis die rand eromheen waar mensen even een patatje pikken. Maar ik mis ook de hoogte van de kiosk. Hij is nu met een trapje omhoog. Dus als je nu op het terras zit, dan kun je zien wat zich daar afspeelt. Zit je nou op het terras, dan zou je eigenlijk niks zien door mensen die er eventueel voor staan of voorbij lopen. Ja, hij is te laag. Meneer Lammers, de kiosk, het ontwerp van de kiosk. Ja, ja. Maar dat komt wel ergens vandaan. Want het gebied rondom de kiosk wordt verblijfsgebied. En dat betekent dat ook de terrassen midden op de markt mogen worden gesitueerd. Dat is een nieuwe situatie. Dus niet meer alleen aan de gevel, maar ook op het middenstuk van de markt. En dan krijg je dat, als je op het terras zit, is het toch vaak zien en gezien worden. En willen mensen naar elkaar kunnen kijken. En dat is nou juist de reden dat deze kunstenaar heeft gekozen om een lager te maken, zodat je naar elkaar er doorheen kunt kijken. Dus het is maar net welke insteek je neemt. En vanuit die hoedanigheid is deze insteek gekozen. Ja. Maar dan wordt hij ook verplaatst. Nee, hij blijft in principe op dezelfde plek als waar hij nu staat. Hij kan misschien 2-3 meter verplaatst worden. Maar ook dat is uitgevraagd in dat hele proces, hè, rondom die herinrichting van de markt. Van willen we hem dan ergens anders hebben staan of op de huidige locatie? Nou, 73% zegt hij moet gewoon hier wel blijven staan waar hij staat. Dus dat gebeurt ook. En heb je op het terras gezeten? Ja. Maar dan kijk je toch gewoon bij elkaar op het terras? Ja, maar als ik op het terras zit, dan kijk ik langs de kiosk af. Mm-hmm. Die staat perfect. Maar daar staat hij ook. En hij blijft ook daar staan waar hij nu staat. Maar ook nou die zo hoog staat. Ja, nou ja, daar zijn dan de meningen over verdeeld. Ja. Ja. Maar u zei net, je kunt zo lekker op die rand zitten van de kiosk. Maar eigenlijk op die kiosk zelf, daar gebeurt eigenlijk heel weinig. Ja, met de kermis wel. Daar wordt natuurlijk wel afgesproken met vriendinnengroepen. En je ontmoet elkaar. Op de kiosk, dat is het, ja. Punt. Nou, eigenlijk voornamelijk om de kiosk, heb ik altijd om de kiosk, idee, maar het is natuurlijk ook een droog plekje. Als schuilhut eigenlijk. Ja, als schuilplekje, als bijvoorbeeld een keer iets te doen is. Ja. Op de kermis, dan gaan de mensen die mogen drinken zitten lekker op het terras. En de jeugd, ja, maar er is ook een grote groep die zegt, mevrouw Van der Schoot, we zitten in de 21ste eeuw, er moet een modernere variant komen. Is dat dan niet in te passen zijn in een nieuw beeld? Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd wie die groep is. Want als ik zo lees op Facebook en de reacties die er op social media komen, en ook de reactie die ik eronder heb geplaatst, waar heel veel reacties op kwamen, dan denk ik, zijn het wel Royse mensen die hierover meepraten? Want ik mis heel erg de positieve reacties. Ja, dat is vaak. Op social media lees je meer de negatieve reacties dan de positieve reacties. Want het is natuurlijk makkelijk, hè? Om van achter je laptop gewoon een mening erin te knallen. Iedereen heeft gedurende een half jaar op meerdere momenten, op meerdere manieren kunnen meedenken over de kiosk. En wat mij dan opvalt in deze discussie zijn 2 punten. 1 is, er wordt dan gesteld van ja, maar de inwoners van Sint-Oederode worden niet gehoord. Mm-hmm. Nou, dat is pertinent niet waar, want je hebt in dat hele voortraject je mening mogen geven. Ja, want er zit daar een hele projectgroep. Hè? Ja, dat is misschien even goed om te zeggen. De Kunststichting zit daarin, het Royse Erfgoed zit erin, natuurlijk Sint-Oederode zit erin, bewoners zitten erin.
erin en ondernemers zitten erin die daar rond de markt wonen. Dus die zijn er allemaal bij betrokken geweest. Klopt, ja. Over ondernemers gesproken. Ik wil even naar een instart van een kermisexploitant die we hebben gesproken toen de kermis er was. Het is ook te hopen dat we hier op de markt kunnen blijven. Want ik heb gehoord dat er bomen komen staan. Want er is 2% van de enquête die ze gehouden hebben, die heeft aangegeven dat er meer groen op de markt moet komen. Als hier, ik heb tekeningen gezien waar die bomen op staan. Nou, dan kunnen ze de kermis vergeten. Dan is het einde verhaal. En dat is zo jammer voor die 2% van die mensen die die enquête inleveren. Dat daarvoor zo'n feest weg moet gaan. Dat is jammer. En die bomen, ik vind dat hier nog wel knappe bomen staan. Dus het is groen genoeg. Nou, er zit dus ook wat huivering bij de kermisexploitanten rondom de inrichting van de nieuwe markt. Is die terecht? Maar ook daar is rekening mee gehouden. Want ook in het voortraject is gekeken, sowieso naar de kermis, maar ook naar de carnaval die daar met een tent moet kunnen komen te staan. En naar de weekmarkt. Die mensen zijn allemaal gehoord. En die worden meegenomen in het plan. En er is in het plan rekening gehouden met de herinrichting van de markt, dat allemaal nog prima op die markt kan blijven bestaan. Dus wat je vaak ziet, en dat was mijn tweede punt wat ik nog wilde maken, is dat je dan, los van mensen die zeggen van we worden niet gehoord, dan wordt er een keuze gemaakt, waar aan de voorkant een heel gedegen proces voor is doorlopen. En dan wordt er, in dit geval voor de kiosk, wordt er een kunstenaar, komt er met een ontwerp. En dan zul je altijd mensen hebben die het niet mooi vinden. En dan kan ik nog 20 varianten ernaast zetten. Maar dan zullen ook altijd mensen zeggen, ja, maar dat vind ik dan weer niet mooi. Dus op een gegeven moment moet je ook een keuze durven te maken. Want anders dan blijf je maar in het cirkeltje ronddraaien. Ja. Om maar opnieuw te blijven bepraten en nog maar eens een keer met elkaar discussiëren. En dat is wel een beetje waar Sint-Oederode vandaan komt. Want de discussie over de herinrichting van de markt in Sint-Oederode, die loopt al vanaf 2006. Toen lagen er al plannen in de toenmalige gemeente Sint-Oederode om de markt te herinrichten. En elke keer, doordat er plannen op tafel kwamen en mensen zeiden, ja, maar dat vind ik niet mooi, dat wil ik anders, maar dan kan ik er niet op, is dat maar weer voor zich uitgeschoven. En heeft de gemeente gezegd, ja, wacht even, lastig, moeilijk, dan maken we maar geen keuze. En we zitten nu dadelijk, als die klaar is, in 2026. Zijn we 20 jaar verder, hè? Ja, dus het is ook een kwestie van lef en een keer durven om een stap te zetten. Hebt u ook meegedaan aan die inspraakronde, mevrouw? Ik heb wel de enquête ingevuld, dus ik was misschien één van die 2%. Maar ik denk toch dat het proces aan de voorhand van dit traject dus niet goed verloopt. En ik denk ook dat het zo lang uitgesteld is, omdat mensen de markt dus eigenlijk niet willen veranderen, niet durven te veranderen, omdat hij al zo mooi is. Gaat u nog verder met uw actie van behoud de kiosk? Nou, ik zit hier natuurlijk niet voor niks. Ik vind het wel echt de moeite waard om daar mijn stem voor te laten horen. En ik ben ook benieuwd, is die nieuwe kiosk al besteld? Is die al betaald? Is die aanbetaald? Hoeveel gaat het kosten? Dat soort dingen. Is er misschien een mogelijkheid om hem te veranderen? Nee, want dat is nog niet gebeurd. Want we hebben nu de selectie gehad van de kunstenaar, van de winnaar, het winnend ontwerp. En dat moet nu in een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp verder worden uitgewerkt. En dat loopt parallel aan de herinrichtingsplannen voor de markt. Want dan kunnen we dat in één keer dadelijk gaan realiseren. Dan kun je werk met werk maken. Dus dat is antwoord op uw vraag. Dat is nog niet het verhaal. Maar ik denk niet, en u goed recht om daar tegen in actie te komen, maar dat mag, dat we het hele traject van weer een keer een selectie voor een nieuwe kiosk of besluiten om de kiosk maar te laten zoals die is, weer helemaal opnieuw gaan doen. En moet de gemeenteraad hier nog een zeg hierin, of zegt hij gewoon wij sluiten aan bij wat er dadelijk ligt? Ja, die hebben eigenlijk al deze opdracht gegeven. Hè? Dus dat is eigenlijk na het voortraject over die herinrichting van de markt, waaruit naar voren kwam dat 50% van de respondenten vonden dat er iets met de kiosk moest gebeuren, heeft het college en de raad de opdracht gegeven, dan kom maar eens met een projectgroep, werk dat maar eens uit en dan werk maar eens naar een nieuw model. Weliswaar op basis van een stuk of 5-6 randvoorwaarden. En, dat model ligt er. Ik ga het nu afronden. In ieder geval heel hartelijk allebei bedankt voor de komst. Wie weet kunnen we in ieder geval op terras zitten bij de kiosk, in welke vorm die dan ook gaat ontstaan in 2026. Parijs-Dakar, een beruchte en beroemde rallywedstrijd, zoals de naam al aangeeft, die begon in Parijs en eindigde in het Senegalese Dakar. Ja, in Nederland is de rally op de kaart gezet door Jan de Rooij met zijn DAF-vrachtwagen en schijndelnaar Martin Ketelaars was vanaf het begin betrokken bij het grote avontuur. U schreef er een boek over, Mijn Dakars heet het.
Nou, laten we eens even teruggaan naar helemaal het begin. Volgens mij las ik in uw boek 1980. Dat is echt al een hele tijd terug. U wordt benaderd om deel te nemen aan Parijs-Dakar 1981. Hoe ging dat? Ja, dat ging eigenlijk op een vrij vreemde manier. Ik had nog nooit gehoord van de rally Paris-Dakar. Het werd in 1981 voor de derde keer georganiseerd. Ik zat voor mijn werk veel in Afrika. Ik was service engineer, zeg maar reizende, vliegende techneut. En ik was onderweg naar Angola. En ik belde naar huis. Ik was toch vrijgezel. Ik belde naar mijn moeder. En mijn moeder zei van, jij gaat iets met een vrachtwagen, een rally en naar Dakar. Ik zeg, nou, ik weet van niks. Maar ik had veel ervaring in Afrika opgedaan met het rijden van allerlei trajecten. En ik ben thuisgekomen en ik kwam bij DAF en hoezo naar Dakar, wat gaan we daar doen? Moeten de medicijnen weggebracht worden of wat is dat? Er was geen internet, er was in de bibliotheek. U wist helemaal niet wat het was. Ik wist god niet wat het was. Het was iets met motoren en vrachtwagens en auto's. En dat zou de derde keer georganiseerd worden. Maar wat het betekende, wij wisten van goed nog de rand af. En de later stadium zijn we gaan graven. We zijn naar Parijs gegaan, de informatie vergaard. Ja, en dan begin je zo goed mogelijk begin je voor te bereiden. Maar je weet niet wat je te wachten staat. Kijk, voor mijn werk wist ik wat me te wachten staat. Maar ga je met een truck rally rijden? Hoe gaat dat? Moet je motoren, moet je die voorladen gaan? Moet je personenwagens, rijden wij tegen de personenwagens ook? Hij wist er van de hoed toch de rand af. Later is het een beetje duidelijker geworden. En we hebben ze eigenlijk zo goed mogelijk voorbereid. En er is een team gevormd. En we zijn begonnen. Maar ja, je merkt dat heel snel op een gegeven moment wat je allemaal verkeerd hebt gedaan. Hè? En sommige dingen heb je ook heel goed gedaan, maar je hebt het ding ook verkeerd gedaan. Je hebt te weinig vermogen. Je neemt te veel gewicht mee. Want dan denk je altijd, als dit kapot gaat, moet ik dat hebben. Als dat kapot gaat, moet ik dat hebben. Ja, bij wijze van spreken een hele reservevrachtwagen achterin. Ja, en dan de fout is eigenlijk dat je veel te veel gewicht hebt, dat daardoor juist iets kapot gaat. Dus daar kom je ook weer achter. In 1983, dan is Jan de Rooij inmiddels in beeld. Die zit in de DAF, die rijdt die rally. U bent dan niet erbij, u zit in Nederland. Ja. Maar u krijgt op een gegeven moment wel telefoon. Ja, inderdaad. Ja. Hij rijdt zijn vooras krom. En de volgende dag zou een rustdag zijn. En ja, hoe krijg je daar een nieuwe vooras, een banjohuis? Hoe krijg je dat daar in Afrika? Dat lag nog ergens bij DAF, zo'n astlichaam. Maar ja, hoe krijg je dat op een gegeven moment in Afrika de volgende ochtend? Nou, uiteindelijk vind je dan zo'n kleine partij met een privévliegtuig die supersnel kan vliegen. Dat kost handenvol geld. Het was mijn geld gelukkig niet. En dan vertrek je naar Orly, naar Parijs, met een banjohuis achterin een Volvo. Je laat het in, een vliegtuigje. En je gaat naar Algiers, je vliegt over Algiers, je komt in Niger. En dan blijkt op een gegeven moment twee mensen nog geen paspoort bij zich te hebben. Vaccinaties, helemaal niks als ze bij zich. Ja, en dan sta je op een vliegveldje van Niger. En dan kijk je alleen maar om je heen. Wie heeft de meeste sterren op zijn boord staan? Want dat is de patroon hier, hè? En iedereen komt op je af, want ze ruiken geld. Dus ze wisten op een gegeven moment, het zijn mensen in problemen. Dus ik zeg, quel le patron ici? Wie is de baas hier? Ja, dat moet je hem hebben. Ik zeg, luister eens, we zijn van de rally Paris-Dakar. Daar staat een wagen van ons en daar moet dit aslichaam naartoe. Hoe komen we daar? Hij zegt, hier heb je documenten. Nou, heb je paspoort? Nee. Ja, hoe doe je dat? Ja, dan is het maar één manier op een gegeven moment, een financieel tegemoetkoming. Het kan niet anders. En dan een taxi van de weg halen. Je legt die as erin en je rijdt er naartoe. Want ik wist waar de Rooij stond met zijn kapotte auto. Dat hadden we allemaal al afgesproken. Ja, tevoren. De financiële tegemoetkoming, daar bedoelt u mee. Daar gaat wat geld in het handje. Ja, en dan, het werkt helaas, in Afrika zo. Maar uiteindelijk is het wel gelukt eigenlijk. Het is gelukt. Onder hoge spanning en stress, denk ik, is het gelukt. En in 48 uur was u op en neer. Was ik op en neer, ja. Maar de Rooij heeft zijn rally kunnen voortzetten en heeft nog een hoge passeren gehaald. Ja, dit zijn natuurlijk de prachtige verhalen. Ik wil nog naar één, een dieptepunt, dan zullen we maar zeggen. Dat is een jaar later. Ja. Dan is DAF eigenlijk, die staat helemaal bovenaan. Hè. Die staat, en eigenlijk de doodverfde winnaars al. Die komen met twee zware trucks die rally rijden. Maar dan toch het noodlot wat dan wat toeslaat. Ja, inderdaad. Ja. We waren dusdanig professioneel. We gingen zover dat wij functieomschrijvingen hadden. Allerlei scenario's als dingen verkeerd zouden lopen. Wat gaan we dan doen? Het was een zeer professioneel team.
En dat jaar was besloten omdat Jan alle risico's ging nemen om zo hoog mogelijk tussen de personenwagens in te kunnen eindigen. Dat was nog nooit voorgekomen dat een vrachtwagen zo hoog zou kunnen eindigen tussen de personenwagens. Dat betekent gewoon een gevecht met Arie Vatane, met Peugeot. En voor de zekerheid, want het truckklassement was voor DAF natuurlijk ook enorm van belang, werd een tweede Turbo Twin ingeschreven. En die werd dan bereden door Theo van der Rijt uit Sint-Oederode. Nou, ook een zeer ervaren man. Ja, wat gebeurt er? Tijdens zo'n rally krijg je één keer of twee keer tijdens de rally is er een massastart. Dat betekent dat je met 10, 15 voertuigen tegelijk vertrekt. Dat is zeer spectaculair voor de tv en sponsors, et cetera, allemaal. Voor ons iets minder. Maar voor de toeschouwers op tv is dat zeer spectaculair. Nou, er was een massastart was gepland. Echter, die werd die dag geannuleerd. Wat bleek, de grootste concurrent van ons was Fontane met Peugeot. Zijn servicewagens waren niet binnen. Het is een Franse organisatie. Wat gebeurt er op een gegeven moment? Onder het mom van we hebben geen kerosine voor de helikopters, werd die dag geannuleerd. En we hadden alles op alles gezet. Die dag zou de Roy zo snel mogelijk tijd rijden. Die dag werd geannuleerd en dat betekent gewoon, werd gemaakt, een verbindingsetappe werd er gemaakt. En de volgende dag werd alsnog een massastart ingepland. Alleen niet op het punt waar de normale start was, maar 21 kilometer verder. Maar bij een massastart, dan loop je grotere risico's. Dat betekent dat een routeboek, wat ik als navigator moet lezen en waar ik mijn chauffeur moet informeren wat er komt van gevaren, moet veel gedetailleerder beschreven zijn als bij een normale start. Dat was toen niet. Dus Steven Rijt is als tweede Turbo Twin van start gegaan. En ik denk, 7, 8 minuten later zie ik een andere auto tegen de route in rechtstreeks terugrijden. En die rijdt direct door naar de wedstrijddirecteur. En dat was René Metz. En ik ken die man goed. En die zit bij zijn helikopter. En ik kreeg oogcontact. Ik zeg, daar is iets, het is helemaal verkeerd gegaan. Er is een zwaar ongeluk gebeurd. Want hij keek me aan en ik wist dat het verkeerd was. Wat zag u? Wat zag u toen? Toen ben ik direct naar de helikopter gegaan. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zei, een très grand accident. Ik zeg, quel est-ce, Jan, Theo? Je ne sais pas, zegt, ik weet het niet. Ik zeg, mag ik starten? Ja, start. Dus ik ben onmiddellijk gestart. En ik zag al in de verte op een gegeven moment de vleugel van de auto. En Jan had een oranje vleugel, Theo had een blauwe vleugel. Dus ik wist dat de Turbo Twin van Theo, dat hij een zware ongeluk had gehad. Hij is op een ongelijk stuk gekomen met een zeer hoge snelheid. En hij is 4, 5 keer is die gaan kantelen. Het was, bij Margaret was alsof er een bom ontploft was in die auto. Ik heb Theo nog mee uitgehaald. De doktoren waren er al bij. Maar Kees Loevestein, die was op slag dood. Die lag een stuk was de navigator. Navigator, Kees was navigator. Die was op slag dood. Ik voelde zijn enkel en zijn pols. Ja. Hij was dood. Dus dat ging helemaal, ik voelde helemaal niks meer. Hij was al geel geworden. En ik wist dat hij een heel zware blessure had gehad. Hij moest op slag dood zijn geweest. Alleen, we moesten nog Theo zien te redden. En ook Kees, de monteur, Chris de monteur. Want die waren ook allebei zeer zwaar gewond. Nou, we hebben ze eigenlijk daarom bekommerd. Theo is naast een teammaat een hele goede vriend van mij. En de dokter zei alleen maar, ja, hij moet bij kennis blijven. Als hij wegvalt, weten we God niet van de kwetsures dat hij heeft. Dus ik heb staan te schreeuwen naar hem. Van, wakker blijven, tekken bieken, tekken Theo. Ja, het is, ja, ik doe het altijd wel. Ja, ik merk het, ja, al. Het is voor mij nog altijd heel zwaar om daar over te praten. Maar ik heb het wel in het boek geschreven. En later heb ik ook, er is heel veel over geschreven over het ongeval. En ten onrechte is Theo daarvan beschuldigd van hij heeft roekeloos of daad gekregen. Nee, de fout zat bij de organisatie. Daar had nooit een massastart mogen plaatsvinden. Dat is een grote fout geweest. Fout van de organisatie. Theo had erop moeten kunnen vertrouwen dat het routeboek dusdanig was uitgelegd dat hij voor allerlei obstakels was gewaarschuwd. En dat was niet zo. Dus ja, een dodelijk ongeval. Een middle of nowhere, 700 kilometer van de bewoonde wereld. En dat was ook eigenlijk meteen het einde van DAF in de rallysport van Parijs-Dakar. Ja, helaas. Ja, ik wil even weer naar uw boek, want u hebt een prachtig boek geschreven. En het wordt zaterdag dan gepresenteerd. Ja.
Jan de Rooij en Gerard de Rooij, die heeft natuurlijk ook nog Dakar-rally gereden. Ja. Die nemen het onder ontvangst. Ja. Dus die waren graag bereid om dat... Ja, en ook mijn oude teammaten, die komen daar ook. Hè. We komen zelf de team van 81... eigenlijk van... Ja, van team van 81 is, hebben we nog bij elkaar kunnen halen. En die komen ook. En ja, we maken een soort mini-reunie van. En ook, die wil ik ook het boek overhandigen. En verder is het boek dan ook in het DAF Museum... in de shop te koop. En ook in Steengoed Cadeau in Schijndel is het boek ook te koop. Ja. Nou, het is in ieder geval een heel bijzonder boek... omdat u het echt zelf gereden hebt. Dus het is niet een verslag van derde of van een journalist. Het is zelf geschreven, hè? Want dat komt... Zelf geschreven boek. Ik zal hem hier even neerzetten, zo voor de camera. Kan niet pakken. Ik dank u heel hartelijk voor uw gesprek. En mensen kunnen het dus vanaf zaterdag... of in het DAF Museum of hier in Schijndel kopen. U allemaal bedankt voor jullie komst hier naar de studio en voor het gesprek. U bedankt voor het kijken en we zien u graag over 2 weken weer naar je nieuwe buurten.